Hier geef ik nu. Nee. Wil ik niet. Oh, je hoort hem huilen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, dus vandaag is de Christmas party van Enzo en van D. En wij zijn al even wakker. Milan die is net weggegaan samen met Sonny. Want die gaan nu even langs bij Joost. Ik ben gewoon thuis, ik ben weer helemaal alleen thuis. Pieter is niet thuis, Don is niet thuis en ik ben in mijn eentje. Maar ik moet toch nog genoeg cadeautjes inpakken. Alles wat hier ligt moet allemaal nog ingepakt worden. Dus dat ga ik zo meteen even doen. En daarnaast ga ik me natuurlijk klaarmaken. Vanavond om 8:30 gaan wij richting Enzo. Dus voor die tijd wil ik helemaal klaar zijn. En als Milan straks thuis is, dan wil ik het eten klaar bestaan. Dus dat ga ik doen. Ik denk dat ik eerst de cadeautjes ga inpakken en me daarna ga aankleden. Het is nu bijna 3:00. Wij zijn al wel echt al vanaf 10:00 wakker hoor. Voordat je denkt, jezus, 3:00. Maar we hebben gewoon heel gezellig ontbeten en daardoor kwam Sonny langs. Dus dat gaan we doen. Dat is de planning voor vandaag. Ik heb heel veel zin in vandaag. Dus volgens mij heb ik nog enigszins wel leuke cadeautjes ingepakt. Dan ga ik ze een beetje foppen, want ik heb echt zo'n doos. En daar ga ik dus bijvoorbeeld een heel klein cadeautje in doen. Nou ja, bijvoorbeeld doe ik daar deze handschoenen in of zo. Ik ga wat meerdere, want ik had eigenlijk 3 pakketjes samengesteld. Ja, misschien is het ook wel leuk om gewoon meerdere cadeautjes, zodat ze gewoon meerdere dingen kunnen krijgen. Dan hebben we gewoon meer cadeautjes. Ja, dat gaan we doen. Dus, nou, ik heb er zin in. Dit is echt zo kut, hè? Dan heb je dus, Milan geeft me dus zo'n rolletje plakband, waarmee ik dus mijn cadeautje kan inpakken. En dan is die plakband dus op dat rolletje gegaan. En dan kan ik hem dus niet meer vinden. En ik ben hier al super slecht in, maar ik moet wel. Want ja, ik moet die cadeautjes gewoon inpakken. Echt, echt kut. Dit zijn echt kut momenten in het leven. Ik heb inmiddels helemaal klaargemaakt en opgemaakt. En mijn haar zit niet meer zo mooi als net. Ik heb een hele video geëdit van de Christmas tag. En daar ben ik eigenlijk best wel tevreden mee met het resultaat. Ik was echt bang dat het een beetje een baggervideo zou worden of zo. Die komt morgen online. Die staat online als jullie deze video zien. Het is nu inmiddels al 5:00. En Milan is nog steeds niet thuis. Ik geloof dat hij over een uurtje of 1.5 uur ongeveer thuis komt. Dus ik ben ondertussen nog Serious Request aan het kijken voor de afwisseling. En ik ga denk ik zelf maar over wat... Oh, ik heb zo'n jeuk. Want zo'n stuk van die extensions zit zeg maar zo bij mijn oor te kriebelen. Maar goed, ik ga denk ik maar heel veel wat video's kijken zelf op YouTube. En half een artikel schrijven, want dat moet ik ook nog doen. Ik ben inmiddels eten aan het koken. Milan is ook weer thuis. Ik ben hutspot aan het maken met spekjes. En daarnaast gaan we nog een speklapje eten. Want het was nog over, namelijk van gisteren. Dat ben ik nu lekker aan het maken. En dan gaan we dat lekker opeten. En tegen die tijd gaan we denk ik richting Enzo. Ja, dat zijn allemaal vrienden en wat YouTubers ook. En dan gaan we bij Enzo die dobbelavond doen. Ik heb ook mijn cadeautje al ingepakt. Tony die was straks hier en die had ook 8 cadeautjes of zo. Dus ik heb nu ook 8 cadeautjes in plaats van 3. Ja, ik ga even verder met eten koken. Ik ben inmiddels aangekomen. Nee, kom eens hier. Kom eens. Wat moet je pakken dan? Dit. Oh, sausjes. Ik ben inmiddels aangekomen bij Enzo en D. En daar is al allemaal visite en dergelijke. En D is hier heel mooi de hele boel aan het versieren. Ik heb zelfs een kerstmuts opgekregen. Dat is verplicht, heb ik gehoord. Kijk al die lekkere hapjes. Yo. En heel veel pakjes. Mooi hoor, ja. Kom eens meisje. Hè? Ben jij goed bezig, hè? Ja. Ja. Heb jij er zin in? Oh, jouw haar kriebelt. Ja. Mijn haar kriebelt. Nou ja. Nog een cadeautje. Pas op, sommige dingen zijn breekbaar. Ja, dat klopt, ja. Oh, dat was bijna vergeten. Pak papier van binnen. Wow, wie ben jij? Nou, genoeg cadeaus voor iedereen, dacht ik zo. Deze is met de dobbel. Hallo, Melanie. Hallo. Ik heb geen cadeaus. Ja, oh, backstride, backstride. Oh, I love you. I love you so much. Hallo, Sasje. Hallo. Zie je nou foto's maken? Anders gewoon met de muur. Je kijkt ook zo vol in de kamer. Een blondje. Nee, je moet die twee wel bij elkaar houden. Dat is één cadeau. Dus je moet zo met ruimte met de muur bij elkaar houden. Ja, loop voor binnen, denk ik. Some days I can even trust myself.
Oh shit, nee, dat ga ik lopen, dat moet ik niet doen. Was lui, hè? Niet te wachten. Komt ie. Oh! Oh! Oh, oké. En dan halen we de nieuwe fiets erop. Wat gaat hier? Ik heb honger! En Mark honger? Ja. Nou, gaan we naar Mark toe. Niet hongerie. Oh! Hey. Doei! Oh. En niemand heeft wat gepakt. Oh ja, één iemand. Want kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is de achtste toch gebleven? Ja, het is heel raar. Het is heel vaag. Ik denk hij zit in iemands maag. Oh! Dus maar het zijn heel veel leuke hapjes. Alleen er zit verder, ja, het is allemaal nog overgebleven. Toch? Nou, Enzo, zeg eens wat. Oh. Nou, doei, weer de vlog. Tot de volgende knip. Knip. Wij zijn inmiddels wel weer even terug van het feestje van de Enzo. Het was in ieder geval super gezellig, schat. Ja. Ja, ik heb hem wel even neergezet, want ik wil voornamelijk de cadeautjes laten zien, voordat ik dat vergeet. Een hele tas vol. Allereerst heb ik dit gekregen, dus een voetbalplayset. Ja, er zitten ook echt zoveel trolls bij. Ik heb geen idee wat ik hiermee moet, maar... Dit is een cadeautje van Milan, dit is een airhockey speelset. Ik heb mijn eigen cadeautje gekregen, dat waren die twee fietslampjes. Maar daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee, want ik heb namelijk geen verlichting meer op mijn fiets in Nijmegen. Nou kan ik weer veilig door Nijmegen heen fietsen. Dat vind ik wel heel fijn. Dan heb ik ook nog deze gekregen en dit is een rietje. Dus dan doe je die bril op en dan drink je je drinken en dat komt dan door je hele bril heen. Super grappig. Gezond internet voor kinderen. Als ouder zijnde weet hoe een kind veilig op het internet moet. Nou ja, heel erg leuk, maar ik heb geen kinderen, dus voor mij niet echt van toepassing. Het is wel heel erg gaaf en ik vraag me af, misschien kennen jullie het wel. Maar ik zal het soms heel even uit de verpakking halen. Maar dit is een... ja, ik haal het gewoon uit de verpakking, want ik kan het niet echt uitleggen eigenlijk. Dit is zo'n ding en daar kan je je hand dan in doen. En dan zie je je hele hand. Maar je kunt dat echt bij alles doen. Ik kan zelfs mijn gezicht erin doen, kijk. Zie je dat? Dat is mijn neus en mijn lippen. Super grappig. En dit werkt heel erg verslavend, want het zijn geen pinnetjes of zo. Het is heel... fijn of zo. Het geeft een heel fijn gevoel. En daarnaast heeft Milan nog echt een fantastisch cadeautje gekregen. Dat wil ik ook nog wel even laten zien. Milan heeft het oude koffiezetapparaat van Enzo gekregen. En dat is een espressoapparaat. Om Enzo zoiets had van, nou, dat is toch niet helemaal mijn ding. Dus ik doe hem er gewoon als extra cadeautje bij. En Milan die heeft hem gekregen. Dus dat is super top. En Milan heeft nog meer. Ik heb trouwens mijn extensions direct uitgedaan. Mocht je afvragen waarom ik er zo uitzie. Ik heb meteen mijn extensions afgedaan en ik heb net heel even mijn gezicht direct schoongemaakt. Want wij gaan hierna namelijk ook lekker slapen. Ik heb magische sneeuw. Ja, het is heel apart. Dit moet je zo in iets doen. Met water toevoegen of zoiets en dan wordt het echte sneeuw. Ja, je doet een klein beetje erin en dan doe je water doe je hierbij en dan komt er allemaal echte sneeuw komt er dan uit. Dan heb je echte sneeuw gewoon in je boomkamer. En dit... Prinses Lilyvee. Prijs stond er nog op. Oh lol! Ik heb nog iets toch? Ja, dat was die ijshockey ding. Nee. Gabbelen, gabbelen, gabbelen. Oh ja. Tada! Een eentje. En... ik wou zeggen kikker, maar het is een eentje. Een duckie. Echt niet vervelend. Schat, oké, ik krijg er hoofdpijn van. Ja. Nou jongens, het is inmiddels... zie ik het nou niet goed? Is het echt al 3 uur of ben ik gek? Ja, het is 3 uur. Nee joh. Ja.
Oh, nou, het is inmiddels 3 uur. Zo, ik wist echt niet dat het al zo laat was, joh. Ah, wij gaan in ieder geval nu, schat, alsjeblieft nog een vlog afsluiten. Oké, ja, doe maar. Ja. Hier geef ik nu. Nee. Wil ik niet. Geef hier. Wil ik niet. Geef. Wil ik echt niet. Oh, je hoort hem huilen. Well, wij gaan lekker naar bed, want het is mooi geweest. En morgen gaan we namelijk laser gamen, dus dat is ook heel erg leuk. Ja. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Welterusten. En ik zie jullie morgen weer. We hebben ook nog buren, schat. Ja. En Donny slaapt al. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Welterusten, tot morgen. Doei. Doei. Is dit het? Ik ben nog wel aan het skateboard, ik heb het net een dag. Ja, tuurlijk, dat was het natuurlijk.